De komende maanden volgt Sirius TV het team UDAS van de gemeente Asten en Zomeren. Op woensdag 27 oktober waren we in de Holidayweg in Heusden. Roy Heijmans, opzichter bij team UDAS, vertelt wat er gebeurt. Burgerparticipatie is voor jullie heel erg belangrijk. Hè? En er zijn steeds meer van die burgerinitiatieven. Ja, dat klopt. We hebben gelukkig elk jaar steeds meer projecten die we samen met burgers opstarten. Op dit moment hebben we er wederom eentje met Ambrosius, de bijhoudersvereniging binnen de gemeente Asten. Ja. Bij de Onus, voormalig gemeenschapshuis, zijn een aantal balken vrijgekomen met sloop. En die balken worden dan omgevormd tot bankjes in een bosgebied bij de bijenhal. Ja, je hebt iets met de bijhoudersvereniging, of niet? Ja, de bijhoudersvereniging in Assen is een superactieve vereniging. Daar hebben we al veel projecten mee gehad. Denk aan het omvormen van het bos, het leerpad, het maken van nestkastjes, het maken van bijen- en insecthotels. Dus we hebben er al behoorlijk wat projecten mee gehad. Dus altijd een betrouwbare groep waarop kunnen terugvallen als we leuke ideeën hebben. En ze komen zelf gelukkig ook met heel veel ideeën en tips waar wij wat mee kunnen doen. Ja, en wat doen jullie dan? We kijken altijd in wat voor vorm wij kunnen faciliteren. In dit geval hebben wij hout beschikbaar wat vrij is gekomen. Dus dan kunnen onze mensen van team UDAS kunnen het hout bezorgen. Dus we hebben in deze geval een aantal balken hier neer laten leggen. En verder zorgen we voor schroeven en verf, zodat de bankjes verduurzaamd kunnen worden. Ja, want anders had je ze zelf moeten maken? Anders hadden we misschien helemaal geen bankjes gemaakt, moet ook eerlijk zijn. Ja. Proberen natuurlijk altijd de buitenruimte nog mooier en interessanter te maken voor degene die erheen wandelt. Dus dat we nu de bankjes kunnen maken met producten die vrij zijn gekomen bij de sloop, is gewoon een geweldig iets. Ja, ik heb de sloop een beetje bekeken. Volgens mij moeten er meer balken vanaf zijn gekomen. We hebben nog meer balken, we hebben nog een aantal balken liggen. Dus we gaan nu een drie, viertal bankjes ervan maken. En wie weet hebben we nog andere leuke ideeën voor de andere balken die we over hebben. Misschien kunnen we nog meer insecthotels maken, iets voor nestkastjes. Daar zijn we nog niet helemaal aan uit. Maar als mensen ideeën hebben of tips, dan horen we dat graag. Toon Leenders, we zijn hier bij de Holidayweg, bij jou thuis. Je bent erelid van de bijhoudersvereniging en daarom krijg je een hoop balken. Wij hebben bij de bijhoudersvereniging een heel actieve club. Wij noemen ons eigen de bosmannen. Want wij zorgen dat het bos bij de verenigingshal, dat het toegankelijk is voor mensen. We hebben er een pad in gemaakt waar mensen kunnen wandelen. We hebben er een biotoop gecreëerd waar vogels, insecten en zoogdieren kunnen verblijven. Maar nou missen wij er nog iets. En dat is hier en daar een bankje waar mensen die even willen rusten, willen mijmeren, kunnen gaan zitten. En nou hebben wij van de gemeente, krijgen wij daar wat balken voor. Je wist dat die balken ergens lagen? Dat weet ik niet, want er zitten verschillende netwerken door elkaar. En ergens is dat terechtgekomen bij ons. En we hebben ook een hele goede relatie met de gemeente, want we hebben dat bos samen met de gemeente gecreëerd. Als de gemeente niet daar aan mee had gewerkt, had het zo nooit kunnen komen. Maar daar zit ik bij jullie ook al een beetje af. Hè? Jullie hadden echt iets met de gemeente. En andersom ook. Wij hebben vooral iets met insecten. Dat zeker? Dat is het belangrijkste. De bijen zijn belangrijk, maar alle insecten zijn voor ons heel belangrijk. Wij hebben ook voor de teruggang van de insecten in de samenleving en in het biotoop. Hier kijk rondom mij. Vroeger stikt het hier de moord van de insecten en nu is het helaas een stuk minder. En in dat bos proberen wij dat terug te krijgen gedeeltelijk. En als wij dan met de gemeente samen kunnen werken om dat te doen, in de brede zin, en dat is in de bos, maar dat is met alles wat wij doen, proberen wij toch altijd de overheid ook erbij te betrekken. Ja, ik zie de balken liggen, daar worden nogal wat bankjes, of niet? Dat worden er een stuk of drie, vier volgens mij. Niet meer? Ja, maar vergis je niet, als je gaat zagen en je moet rugleuningen hebben, je moet zittingen hebben en dan de planken erop en misschien nog wel een voetensteuntje en wie weet nog wel een tafeltje. Een opstapje. Ja. Misschien ergens een composttoilet. Maar die had ik niet in elkaar getimmeld, zeg maar, als die balken niet ergens lagen? Nee, dan weet ik niet of we dat al gedaan hadden. Nou, het is ook vaak, als je er tegenaan loopt, dan begint het te ontwikkelen en dan maak je dat. En als je dat, dan moet je, als je het uit jezelf moet creëren, zeg maar. We hebben nog wel wat boomstammen liggen in het bos en dan hadden we hem in kettingzagen aan moeten gaan zagen. En dat is niet zo makkelijk. Dan krijg je het ook niet zo netjes. En met dit hergebruik van materialen. Ik ga er niet vanuit dat je met een handzaag gaat werken. Wij gaan dat doen met goede zagen. Met een invalzaag of met een cirkelzaag, een machine, een tafel. Maar wij maken dat helemaal netjes klaar.
Alleen of met z'n vieren nou? Ik denk wel met z'n zessen. Met z'n zessen. We hebben nog meer volk. En wanneer moet... We hebben dinsdagavond in de winter hebben we hier klusavonden. Een bijencursus, geven we ook weer een imkercursus. Dat gebeurt op dinsdagavond. En op die klusavonden komen heel veel mensen. Die komen allerlei werkzaamheden doen die in het bijenvolk nodig zijn in de winter. Oude raten smelten, nieuwe kunstraat gieten, kasten timmeren, noem maar op. Dat is op dinsdagavond hier in de loods gebeurd. Hè. Dan, als het heel koud is, dan bibberen we de hele avond door. Maar... Wanneer moet ze klaar zijn? In het volgende seizoen of nee, de zomer? Nou, in ieder geval voordat de mensen in de lente daar weer rond... Ja, ze wandelen sowieso het hele jaar rond. Ja. Maar eigenlijk zo spoedig mogelijk. Gooi voor een burgerinitiatief, moeten ze zich dan melden? Waar ergens? Ze kunnen zich gewoon melden bij het contactcentrum van de gemeente Asten. Dat is gewoon bij het gemeentehuis in Asten. En dan kunnen ze vragen naar mij, naar Roy Eijmans. En dan kan ik meedenken met de ideeën die ze hebben. Ja, als je even terugkijkt van wat er afgelopen jaren geweest is, noem eens wat. We hebben het Kosmosplein, het plein zelf gerenoveerd samen met de buurt. Verder hebben we een aantal kleine projecten gehad met het ophangen van nestkasten in de Schietbaanse bossen en bij de trimbaan. Dat zijn een aantal projecten die we dit jaar al gehad hebben.